Nee. Kijk, daar staat hij, de gasfles. Mm-hmm. En hij staat goed vast. Zo, barbecue jij wel eens in de winter, Peter? In de keuken, lekker warm, op zo'n stenen plaat. Ja, dat wordt steeds vaker gedaan in de winter. Mm-hmm. En omdat het lichtgewicht staal is, is hij veel efficiënter. Dus er komt veel meer gas uit. Dus winterbestendig daardoor. Peter, we gaan de gasfles aansluiten. Heb je dat eerder gedaan? Nee, nog nooit. Nee, heel simpel. Gasdrukregelaar, die gaat automatisch de gas reguleren, 30 millibar. Zorg altijd dat een beetje een vers slangetje hebt, niet uitgedroogd is. Nou, zegel eraf, aansluit. Rubbertje moet er ook al tussen zitten trouwens. Nou, zegel eraf. Super makkelijk. Zo. Nou, voordat je hem nou openzet, natuurlijk zorgen dat de knoppen dicht staan. Hè? Mm-hmm. Anders komt er gas uit. Dat willen we niet. Hoe lang doe je nou met zo'n gasfles? Een beetje afhankelijk van hoe groot je barbecue is, mm-hmm, hè, en hoe heet je zones zijn. Maar er bestaat een Easy Blue app. En dan kun je dus precies zien hoeveel er nog in jouw Easy Blue gasfles zit. Zo. Hoe lang je ermee kan doen nog. Dat is easy. Dat is easy, hè? Dat is easy.